tornado's behoren tot het meest extreme weer op onze planeet. Ze produceren de hoogst mogelijke windsnelheden. In het kort, een tornado is een heel snel ronddraaiende kolom lucht onder een zware onweersbui. Die ronddraaiende kolom lucht zie je niet met het blote oog, maar omdat er vocht in condenseert of omdat die puin oppikt, wordt de tornado zichtbaar. Maar voor het ontstaan van een tornado heb je dus een heel speciaal soort onweersbui nodig, de supercel. En voordat die ontstaat, ja, dan moet de atmosfeer toch een heel specifieke voorwaarde voldoen. Allereerst moet de wind op grote hoogte met een veel grotere snelheid waaien dan de wind dicht bij het aardoppervlak. Hierdoor ontstaat een soort horizontaal rollende beweging in de atmosfeer, die later wordt gebruikt voor de zware onweersbui. Maar goed, de onweersbui kan er nog niet ontstaan, want daarvoor moet de atmosfeer onstabiel zijn. Dus wat wil je? Warme, vochtige lucht nabij het aardoppervlak en juist wat koude, droge lucht op grote hoogte. Hierdoor zal die warme, vochtige lucht gaan stijgen en die onweersbui zal het als brandstof gaan gebruiken. Uiteindelijk condenseert die lucht, ontstaat de onweersbui en die horizontaal rollende beweging wordt door de opwaartse luchtstroom juist verticaal gezet. Maar dat is nog niet alles. Als zo'n onweersbui is ontstaan, dan neemt de kans op tornado's toe als juist in de onderste 1500 meter van de atmosfeer de windsnelheid heel snel toeneemt naarmate je hoger komt. En als de wind daarbij ook nog eens met de wijzers van de klok meedraait als je hoger komt, dan geeft dat de roterende beweging in de onweersbui een boost. Wat er precies gebeurt in de laatste fase van het ontstaan van een tornado is volgens de wetenschap nog steeds niet bekend. Maar wat we wel weten is dat er allerlei turbulente luchtstromen nabij de onderkant van zo'n onweersbui zijn. En al die turbulente luchtstromen samen zorgen ervoor dat die verticaal roterende beweging in de onweersbui uiteindelijk contact kan maken met de grond. Nou, uiteindelijk maakt die contact met de grond, er wordt puin opgepikt of door de zeer lage luchtdruk condenseert de kolom met vocht en daardoor wordt de tornado uiteindelijk zichtbaar. Als een tornado is ontstaan, dan is geen enkel exemplaar precies gelijk aan zijn voorganger. Ze verschillen in breedte en in kracht. En zo is bijvoorbeeld de breedst gemeten tornado ooit 4200 meter breed geweest. En de krachtigste tornado ooit produceerde windsnelheden van ruim 480 km per uur. Met recht een van de meest extreme weersverschijnselen op aarde dus.